heb er echt op verheugd. Heel bijzonder. Ik zie ook al verschillende mensen al aankomen om te kijken van hoe het allemaal gaat. Ze weten dat rond 11 uur het haantje erop gezet wordt. Dat is natuurlijk uniek. En we zijn er ook wel heel blij om, want ik hoor ook van verschillende parochialen dat ze elke keer zeggen van we kunnen geen tijd zien. De toren is eigenlijk niet volledig meer. Maar het kon niet anders. Het moest vernieuwd worden. Ja, ja, ze waren oud en ze waren op. Het hout begon te versnipperen en naar beneden te vallen. Dus we hebben ze met spoed er eigenlijk afgehaald met de storm. En ja, helemaal gerestaureerd. We gaan de wijzerplaten die gerestaureerd zijn. En straks nog, als de wijzerplaten eraan zitten, de appel. Dus dat bolletje wat onder de haan zit. En de haan gaan we plaatsen. Dus dat wordt wel een leuk spektakel eigenlijk voor zo'n klein dorpje. En je ziet het verschil wel heel duidelijk. Het glimt en het doet. En kun je nu ook wel zien. Het is gewoon hartstikke nieuw, mooi. Alsof de toren net gebouwd is, lijkt het wel. Ja, ik ben er echt trots op hoor.